Welkom bij de Amsterdam Hockey Academy. Ik ben Gabrielle Mos en we gaan vandaag wat zaaltechnieken doornemen. Techniek nummer 9, strafcorner vanaf de verkeerde kant. Aangeef aan de verkeerde kant. We staan nu aan de linkerkant van het speelveld. Ook hier weer voetjes achter de lijn, voetjes voor de lijn. We staan weer uitgestapt. Daarin, bal ligt dus op de lijn. Ga maar weer klaarstaan met bij de bal. Handen zijn relatief weer kort uit elkaar. Ze kiest ervoor om nu iets wijder in de grip te pakken. De bal ligt klaar. Teen wijst nu niet helemaal meer naar waar hij naartoe kan. Kan wel. Dus als je hem iets meer openzet, dan geef je eigenlijk al iets meer aan waar de bal heen gaat. Dus op het moment dat Gabrielle één stap terug doet, zie je op het hoogste niveau. Nu kan ze rechtdoor spelen. Ze kan hem naar ongeveer het midden spelen en ze kan hem naar kopcirkel spelen. Waarbij het belangrijk is dat je ook hier naar de bovenkant kijkt in hoe ze de bal wegtrekt. Want je zal een trekkende beweging zien die ze gaat spelen. Doe maar. En nu gaat ze iets veranderen met haar voeten. Dus nu zal je zien, zeg maar. En dan doen we hem echt eventjes in de jeugdstand. Dus dat we hem echt openzetten. Dan krijg je eigenlijk hetzelfde als we net aan de goede kant deden. Nu kan die eigenlijk alleen nog maar naar kopcirkel. En nu heeft ze de handen dus. De schouder wijst nu naar kopcirkel. De voet wijst naar kopcirkel. En dan trekt ze de bal weer. Met een trekkende beweging trekt ze de bal die kant op. Dank voor het kijken naar onze zaaltechnieken. Vergeet ook niet te kijken op YouTube naar onze veldtechnieken, onze keeperstechnieken. En er komen ook filmpjes over mentaal bij te staan. Dus zorg dat je onze YouTube in de gaten houdt om nog meer je skills te verbeteren in de toekomst. Heel veel succes met oefenen.